Welkom bij weer de tweede aflevering van Karpers zoeken in de winter. We gaan vandaag weer statisch stalken. Ik heb er duivenvoer bij en ik heb een zelfgemaakt lokvoertje bij. Die zal ik zo nog even laten zien. Er zitten wat sterk ruikende stofjes in die de vis hopelijk gaan activeren. Die gaan we met kleine PVA-zakjes aan de haak vissen en verder gaan we niet erg veel voeren. Dus hopelijk kunnen we vandaag wat meer succes hebben. We gaan vandaag op het grotere en diepere water zitten. Deze is tot ongeveer zo'n 9 meter diep. En ik ben benieuwd of we hier vandaag wel kunnen vangen. Het is nu dus weer 11 uur. We mogen tot 7 uur vissen. Dat komt dus mooi uit. Dus we gaan het zien. Misschien tegen de avond aan, tegen de schemering, dat dan de vis weer wat actiever wordt. Meestal zie je ze hier dan springen. De weersvoorspellingen zijn hier vandaag redelijk goed. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst gaan we de spulletjes even opzetten. Ik heb hier dus mijn eigen lokvoertje gemaakt. Het is een droge mix. En deze gaan we dus ook droog in de PVA-zakjes doen. Het ruikt best wel sterk. Er zitten wat duurdere ingrediënten in. En er zitten wat ingrediënten in met wat goede voedingsstoffen. Ook zit er wat dextrose in. Zoals je hier nog een paar brokjes ziet. Om het een klein beetje een zoetere smaak te geven. En verder is het eigenlijk gewoon basismix voor je bodies. Dan moet je hem gaan doen vandaag. Als eerste ga ik een hengeltje hier leggen. Dit is zeg maar een uiteinde van de vijver. Het is wel een mooi gedeelte. En hier in het midden heb je dus een stukje waar je zo door kan lopen. En hier dus precies aan de andere kant, daar kan je dus ook nog zitten. En daar heb je eigenlijk zo'nzelfde gedeelte. Alleen dit gedeelte is net wat breder dan het gedeelte hier achter mij. En dat maakt dat het ook net wat dieper is. Dit gedeelte is ongeveer 5 meter in het midden, maar dan wel een klein stukje verder die kant op. Hier is het verder ongeveer 3 meter. En hier dus achter mij, daar is het ongeveer 2 à 3 meter. Dus zijn mooie dieptes, kan verschillende dieptes gaan vissen. En dit is denk ik wel een mooie eerste stek om te gaan beginnen. We staan hier dus op het uiteinde van dit gedeelte. En hier kan je dus ook helemaal rond. En hier ga ik denk ik kleine schepjes met duivenvoer neergooien. Echt maar een paar korrels. Om toch al een beetje voer op de plekjes te hebben. Geeft me toch ietsje meer vertrouwen. En daar aan de overkant heb je ook nog een mooie rietkraag. Daar ga ik nog niks bij voeren. Want daar wil ik gewoon met de single hookbait gaan vissen. En misschien een heel klein beetje lokvoer. Verder heb je hier een gedeelte waar je recht vooruit kan vissen en waar je uiteindelijk een plateau hebt. Die ga ik proberen te zoeken en ik denk dat dat wel een goed plekje is. En verder hier wordt het eigenlijk al vrij snel 5 meter, dus ik denk dat ik hem onderaan het talud leg. Zo'n 5 meter diepte dus. En daar ga ik dus een klein beetje met duivenvoer bijvoeren. Ik heb hier dus echt maar enkele korrels. Zeker als je dit verspreid voert, dan heb je echt maar een paar korreltjes op de grond liggen. En ik heb de muiskorrels dit keer iets anders op de haar zitten. Ik heb een redelijk ronde muiskorrel onderop. En gewoon een langwerpige muiskorrel echt door de lengte erin gedaan. Dit is toch een net iets andere aaspresentatie. En misschien kan dit juist de karper triggeren om het te pakken. Ik heb er dus heel even een klein PVA zakje aangehangen. Met een klein beetje lokvoer. Lokvoer is gewoon droog, dus het zal de PVA zak ook niet oplossen. Maar het zal zich wel mooi in het water gaan mengen op het moment dat de PVA oplost dadelijk onder water. Dan hebben we hier nog de andere hengel. Hieraan zit een Abay Kokos body. Het is een 20 mm body. Maar ik heb de zijkantjes eraf geknipt, waardoor het meer een blokachtig vormpje krijgt. En de buitenkant er eigenlijk vanaf is. Ook hier gaan we even een PVA zakje aandoen. Mijn hengels die liggen dus allebei in. Deze hengel ligt strak tegen een bosje aan. Vandaar dat ik er ook dichtbij zit. En de slip ook helemaal dicht staat. Zodat de vis er ook niet in kan zwemmen. En op het moment dat ik beet heb, dan kan je hier meteen naar achter lopen. Waardoor je de vis een beetje uit de struiken kan trekken. En ook voorkomt dat hij erin vast komt te zitten. Ook mijn andere hengel heb ik in liggen.
Deze heb ik een paar meter uit de kant liggen. Ongeveer in het net wat diepere gedeelte. Ik denk ongeveer een meter of 3. Dus deze ligt op 3 meter. Mijn andere hengel die ligt denk ik ongeveer op 1,5 à 2 meter. Aangezien die toch wel heel dicht bij de bosjes ligt. Maar we gaan als eerste eens even deze dieptes proberen. En we kunnen nog altijd dieper gaan vissen. Ik heb even 2 PVA zakjes gemaakt alvast voor de volgende stek. Dan ga ik nu maar even de spulletjes inpakken en dan gaan we naar de volgende stek toe. Want hier hebben we geen enkele aanbeet gehad, dus ik verwacht ook niet dat hier nog gaat gebeuren. Oké, we zitten dus op de volgende stek en de hengeltjes die liggen in. De hengel hier achter mij, die ligt op zo'n 4 meter diep, dat is de hengel met de bolly. En hier op de volgende stek, daar heb ik dus de andere hengel liggen, die ligt op zo'n 5 à 6 meter diep. Liggen dus weer op verschillende dieptes, ongeveer het diepste stuk van dit gedeelte. En we gaan zo nog opschuiven naar een nog dieper gedeelte. Daar kunnen we vissen tot zo'n 7 à 8 meter, dus misschien dat we daar wel nog meer kans hebben. We gaan het zien. Ik heb er vandaag best wel veel vertrouwen in. De afgelopen dagen hebben we dus een hoge luchtdruk gehad. Het was erg mistig. De luchtdruk was zo'n 1040 HPA. En op dit moment is het dus gezakt naar zo'n 1024. Dus opeens een daling in de luchtdruk. En wat toch wel in de buurt komt van het optimale luchtdruk. Dus ik hoop dat we vandaag toch wel extra kansen hebben. En dat we er een mooi visje uit kunnen halen. Eigenlijk wou ik dus op het uiteinde gaan zitten, op het gedeelte waar we net begonnen zijn. Maar daar is helaas al iemand gaan zitten, dus we zijn maar doorgegaan naar de stek waar ik nu zit. Eigenlijk maakt het natuurlijk ook niet heel veel uit. En we gaan het gewoon proberen. Vanuit hier kan je ongeveer bij dezelfde stekken komen. Maar ik ga niet naar het plateau toe gooien, want ik verwacht eigenlijk dat hij daar ligt te vissen. En ik wil hem natuurlijk niet in de weg liggen. Ik en hij zijn eigenlijk de enigen die op dit moment hier aan de vijver zitten. Dus om dan elkaar in de weg te gaan liggen zou een beetje jammer zijn. Dus ja, we zitten nu op deze plek en we kunnen straks nog een stukje doorlopen. De vijver is groot genoeg natuurlijk. Oké, jongens, het is alweer iets over 3:30. Dat betekent dat het tijd is om weer de spullen te pakken en te gaan verhuizen naar de andere kant van het water. Rond 1:50 ga ik de auto pakken, kan ik even wat warms drinken en dan ga ik helemaal naar de andere kant van het water. Hopelijk dat we daar meer geluk hebben, maar eerst gaan we nog proberen op de plek hier langs. Daar kunnen we op zo'n 7 à 8 meter diep te vissen, dus ik ben benieuwd of daar wel wat vis zit. Oké, jongens, volgende stek en de hengeltjes liggen weer in. Dit is dus mijn linkerhengel. Die ligt op zo'n 7 à 8 meter diepte. Dus dat is echt wel een stukje van de kant af, daarachter zo ergens. En dan nog mijn rechterhengel. Die ligt hier dus in de hoek van de vijver. Die gaat vanaf hier ongeveer hier zo naartoe. En dat is ongeveer 3 à 4 meter diep. Oké, het is dus ondertussen al wel later op de dag. We hebben vandaag dus met wat kleiner aas gevist dan vorige week. Maar tot nu toe heeft het nog niet geloond. Misschien dat vandaag wel wat gaat lonen. Ik heb zo net een vis gezien. Hier eigenlijk voor aan de eigen kant. Dus ik hoop dat hij in de buurt van de voerstek terecht komt. En dat hij gewoon even wat gaat eten. Ik heb eigenlijk maar een paar maiskorreltjes er hier omheen gegooid. Om er toch ietsje meer vertrouwen in te krijgen. Ik heb van tevoren de hele tijd met enkel alleen de PVA-zak gevist. En nu heb ik er denk een stuk of 10 à 20 korreltjes met mais rondomheen gegooid. Zodat het misschien toch ietsje aantrekkelijker wordt. En verder heb ik met mijn andere hengel dus alleen weer een PVA-zakje gebruikt. Hopelijk gaat dat voldoende zijn. We gaan nog even afwachten. En rond 1:05 dan gaan we weer naar de laatste stek.
Het is ongeveer 4:30 en ik heb zo net een piepje gekregen op mijn linker hengel. Dus hopelijk gaat hij zo doorpakken, want we hebben nog maar 1/2 uurtje de tijd op deze stek. En dan is het alweer 5:00 en begint het toch wel al te schemeren. Dat betekent dat het toch wat tijd is om spulletjes te gaan pakken en naar de auto te gaan. We gaan bij de auto eventjes snel wat warms drinken en dan ga ik even mijn licht ook uit de auto pakken. Die sowieso wel nodig hebben. En dan hoop ik dat we op de laatste stek toch nog een visje kunnen vangen in het donker. En dan is het 5:30 en liggen de hengeltjes erin. Het is zo goed als donker. Een klein beetje is het helemaal donker. Het zal niet heel lang meer duren. Maar het is toch wel te merken dat wat langer licht blijft. En dat betekent dat het voorjaar eraan komt. Het duurt natuurlijk nog even. Maar dit geeft toch wel altijd het gevoel als het langer licht wordt dat het ook snel weer warmer gaat worden. Oké, het is 5:30 en de hengeltjes die liggen weer in. Het is bijna donker, het is echt goed aan het schemeren. Het zal niet heel lang meer duren, maar het is toch wel echt te merken dat de laatste tijd wel wat langer licht blijft. Iedere week is het ongeveer een kwartiertje dat het nou langer licht blijft. En volgende week dan is het dus nog een kwartiertje langer licht. En zo gaat het de hele tijd door totdat het dadelijk weer zomer is. Ik heb er nou al zin in, want met deze kou vangen we echt helemaal niks. Het is 6:00, het is nu toch wel echt wel donker. En we hebben nog 1 uurtje de tijd. Het is ook behoorlijk fris geworden. Dus ik hoop dat we toch nog wel een aanbeetje kunnen krijgen. Ik heb verder niet heel veel vis meer zien springen. Eigenlijk alleen op het moment dat we nog op de vorige stek zaten. Toen zag ik eigenlijk aan deze kant vis springen. Vandaar dat ik ook hier ben gaan zitten op deze stek. Maar ja, ze willen tot nu toe nog niet bijten. Oké, jongens, dan is het alweer bijna 7:00. Tijd om de spullen in te gaan pakken en de auto in te gaan laaien. Want dan is dit alweer het einde van de sessie. Weer 8 uurtjes gevist, verschillende stekken afgevist en verschillende dieptes afgevist. Tussen 2 en 8 meter diep ongeveer. Allemaal verschillende dieptes geprobeerd, maar helaas geen enkele vis opgeleverd. Wel een klein beetje vis gespot, een paar vissen, een stuk of 3-4. Maar verder ook niet echt iets gezien of gehoord vandaag. Dus ik hoop dat de volgende keer toch wat beter gaat. Dan gaan we weer naar de andere vijver en dan gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. Dit was dan weer de 2e aflevering van Karpers zoeken in de winter. En dan zie ik jullie volgende week gewoon weer terug.